Ja, dan gaan wij door naar het volgende onderdeel. En voor het volgende onderdeel wil ik een bijzondere gast op het podium vragen, die eerst met ons aan de slag gaat over transitie. En daarna uiteindelijk ook iets moois gaat overhandigen aan iemand anders die hier vandaag aanwezig is. Dus ook echt een heel mooi officieel moment. Wat een ochtend. Ik wil Derk Loorbach naar voren vragen. Derk Loorbach is directeur van Drift. En Drift is een onderzoeksinstituut voor duurzaamheidstransities. Jullie helpen mensen, steden, sectoren, organisaties om proactief aan de slag te kunnen gaan met transities. Dat klopt helemaal. Wat zijn transities? Ja, dat is nogal een vraag. ik denk, die drop ik maar gelijk. Daar houden we ons al 20 jaar mee bezig wereldwijd. Nou ja, dit vat het eigenlijk wel samen. Dus ik zie dit wel groter dan dat ik het normaal gesproken zie. Ja, een transitie is eigenlijk een hele grote systeemverandering in een maatschappelijk deelsysteem, bijvoorbeeld het hoger onderwijs, die zich voltrekt op de termijn van een aantal decennia en die niet lineair is. Dus wat dit laat zien is eigenlijk dat zo'n transitieproces is niet geleidelijke verandering, maar het is een proces van schoksgewijze verandering. En dat heeft met allerlei factoren te maken, met het feit dat we allerlei instituties bouwen, met elkaar regels afspreken, we ontwikkelen een carrière op een bepaalde manier, dus eigen routines. En wij noemen dat dan regime. Het is eigenlijk het systeem zoals we dat kennen, zoals we eraan gewend zijn geraakt, zoals we met elkaar denken dat het normaal is. Dat staat hier linksboven, zeg maar. Dus dan zijn we bezig met vernieuwen, verbeteren van het bestaande. En een transitie ontstaat eigenlijk als dat steeds minder rendement oplevert, steeds lastiger wordt. Nou, om het even veilig te houden, een uitstapje naar een ander systeem, de energiesector bijvoorbeeld. Op een gegeven moment kan je die fossiele auto of die kolencentrale niet nog efficiënter maken. Ja, en dan ontstaat er steeds meer kramp in zo'n regime. Partijen binnen zo'n regime gaan denken, het moet echt anders. Sommigen zeggen, anders, dat betekent dat ik geen baan meer heb straks of dat ik moet veranderen. Alleen die kramp, daar kom je vaak niet uit. Politici, managers, bestuurders proberen de rust te bewaren, misschien wel de risico's te reduceren, toch nog nieuwe innovaties toe te passen. Wordt steeds lastiger en ja, uiteindelijk leidt dat tot een soort chaotische omvorming, een soort verschuiving. Ik zie bijna een soort knal ook ontstaan. Op het moment ja, dat is natuurlijk komt. Wel erg grafisch. Nou, dat is gewoon iets wat PowerPoint aanbiedt toen ik het maakte. Maar, dat kan Surf je nou ja, het is natuurlijk een simplificatie. Maar het leidt natuurlijk wel tot het goede gesprek. Want in zo'n transitieproces en historisch, als we naar historische transities kijken, dan is dat een fase van misschien 10, 15 jaar van eigenlijk hele ongemakkelijke veranderingen, want die vanzelfsprekendheden die zo'n regime biedt, die zijn weggevallen. Er gaat ook een hoop verloren, hè? Dus banen verdwijnen, we stoppen met bepaald gedrag, bepaalde opvattingen worden maatschappelijk gemarginaliseerd. En dus is er ook heel veel weerstand en heel veel onrust in zo'n fase. Want mensen verandering zo eng vinden ook? Er zijn allerlei interessante gedragskundigen, daar kunnen we straks aan Arthur Mol vragen, maar het gaat over het onbekende, dus de onzekerheid die mensen lastig vinden. Het gaat ook over het gevoel van verlies. In heel veel van die transities zie je dat, bijvoorbeeld in de landbouw of de energiesector, dat mensen hun hele carrière hebben gegeven om ons aan zo goed mogelijk goedkope energie te voorzien, of zoveel mogelijk voedsel. En dan opeens begint de samenleving te zeggen, je doet het helemaal verkeerd, het moet helemaal anders. En dat voelt dus ook als een soort persoonlijke aanval bijna. Maar het gaat ook over macht en belangen. En als we hem iets meer terugbrengen naar waar jij je enorm mee bezig gehouden hebt, namelijk het hoger onderwijs. Hoe staan we ervoor? Is het net zo erg als bijvoorbeeld in die energietransitie? Zijn we nu een kolencentrale en moeten we helemaal om? Of? Ja, ik ga nu niet specifieke universiteiten met kolencentrales vergelijken. De verleiding is wel groot. Er zitten wat fossielen tussen, toch? Nou ja, om het even dicht bij huis te houden. Ik zit in een universiteit in, laten we zeggen, een grote havenstad in dit land. Prachtig.
waar de mooiste stad. Nou ja, daar zijn de disciplines heel dominant. En ook bepaalde disciplines die nogal vergroeid zijn met het economisch model wat we in Nederland hebben en de bestuurscultuur. Dus daar is nogal wat gesprek gaande. Maar die structuren en de manier waarop we daar onderzoek doen, waarop we ook over bedrijfskunde, bestuurskunde denken, economie, is heel erg dominant. En die is ook in het onderwijs natuurlijk heel erg ingesleten. Dus ja, in zekere zin leiden we in Rotterdam nog een hele hoop studenten op om eigenlijk te zorgen dat we weer terug stabiliseren. Het past een beetje in een beeld van het hoger onderwijs dat we de afgelopen decennia een verschuiving hebben gezien naar steeds meer efficiëntie, steeds meer kwantiteit, steeds meer outputsturing en ook steeds meer moeten. Zowel voor docenten als voor studenten is het eigenlijk steeds meer een soort conditionering van je moet die punten en dat papiertje halen en daar gaan we zo efficiënt mogelijk zoveel mogelijk mensen als bijna een fabriek toch weer een kolencentrale doorheen sturen. En dat zit heel diep, dat regime. En daar proberen we natuurlijk van alles aan te doen. Studentenwelzijn, we proberen het makkelijker te maken. Dus er is wel aandacht voor de problemen die dat systeem van moeten oproept. Maar we komen daar ook niet echt uit. En nu gaan we naar de andere kant van die transitie. Want wat de transitie ook is, is dat er altijd mensen zijn die aan zo'n regime weten te ontsnappen. Het is die, en we hadden net Menno hier, dat is zo'n regimeontsnapper zou je kunnen zeggen. die beginnen al heel vroeg, vaak als niemand het nog ziet, die werden vegetariër in de jaren 90 of die gingen in de jaren 80 al met zonnepanelen aan de slag. Dus dat zijn de typische koplopers, dat begint heel erg alternatief en experimenteel. Maar na verloop van tijd, en zeker als die druk op dat bestaande regime toeneemt, ja, dan gaan steeds meer mensen meedoen. En dan worden die alternatieven minder alternatief en die gaan beter werken en die worden professioneler. Ja, en dat is de interessante fase waar we ook in het hoger onderwijs steeds meer in terechtkomen. Er dienen zich alternatieve manieren van denken aan, alternatieve praktijken. We kunnen het anders organiseren. Digitalisering speelt daar een hele belangrijke rol in. En tegelijkertijd knellen die historisch opgebouwde structuren steeds meer. Ja, en dat leidt tot een soort ongemak. En de vraag is natuurlijk, wat dan? Want een transitie is, als ik als onderzoeker erover spreek, vooral een proces waarin zo'n systeem uit evenwicht raakt. Dus waarin we eigenlijk steeds minder grip hebben en door de veranderingen die maatschappelijk spelen, dat vastlopen van dat regime en die toenemende concurrentie van alternatieven raak je uit evenwicht, op drift eigenlijk. En dan vraagt het een heel ander soort strategie om aan de goede kant van die transitie op een gewenste manier uit te komen. En is dat dan de reden waarom je gedacht heeft, nu moet er iets van een transitieagenda komen? Nou ja, heerlijk woord. Ja, transitieagenda. Ja, dat is. Verzonnen? Dat heb ik inderdaad verzonnen. Ja, dat was. Maar al heel lang geleden. Ik weet niet of dat nou een goed woord is. Er zijn er wel meer van die woorden die we verzinnen. Heerlijk, maar wel goed. Kijk, wat het vooral is. Een transitieagenda is een gedachte dat je op een bepaald moment in die transitie. Eigenlijk richting die chaos- en emergentiefase. Mensen uit dat regime die eruit kunnen ontsnappen, die regimeontsnappers en succesvolle alternatieven bij elkaar moet brengen in een gesprek. Wat is nou gewenste transitie? En waar zitten de aanknopingspunten? En wat zijn ook de meer hardnekkige belemmeringen in dat regime? Maar ook, waar loopt het nou fout in die niches? En de transitieagenda is eigenlijk een ander woord voor een gemeenschappelijk verhaal. Wat probeert de gewenste richting te schetsen en een houvast te geven aan bestuurders, docenten, mensen in het veld. En u bent heel specifiek ook vandaag hier om hier een uitreiking te doen. Waarom is die transitieagenda nou zo relevant voor de mensen die hier vandaag in de zaal zitten, denkt u? Ja, dat. Wat hoopt u? Voor een deel moeten mensen dat zelf bepalen natuurlijk. Waarom ik er ook heel trots op ben. Het is eigenlijk het product van een groep van, laten we zeggen, 25 mensen uit allerlei instellingen en hoger onderwijsorganisaties die met elkaar digitaal
een gesprek hebben gevoerd. Dat hebben we vanuit Drift samen met het versnellingsplan ondersteund. En eigenlijk geeft dat een soort houvast. We proberen een soort balans te vinden tussen aan de ene kant de wensdenkers die roepen digitalisering is geweldig, alles digitaliseren. En aan de andere kant de mensen die zeggen ja, digitalisering dat leidt alleen maar tot verdere uitwassen en een verdere verschraling van het hoger onderwijs. Eigenlijk komen we tot de conclusie, de waarheid ligt daartussenin. En eerder werd al gerefereerd door Jet aan publieke waarden. Die staan centraal, dus een vorm van hoger onderwijs waar iedereen toegang in heeft, waar het onderwijs en een thuisbasis biedt, maar ook waar lerenden hun eigen weg kunnen volgen op basis van nieuwsgierigheid en wat ze willen en kunnen, om vervolgens digitalisering daar veel meer voor in te zetten als maatwerk. En het mooie is dat op heel veel plekken, en mede ook onder de vleugels van het versnellingsplan, zijn instellingen al aan dat experimenteren en zien we al een soort versnelling van nieuwe vormen van toegang, samenwerking tussen instellingen, andere vormen van bekostiging, keuzevrijheid, hybride onderwijs. Dus de aanzetten zijn er en met die agenda proberen we eigenlijk het perspectief te schetsen hoe je van die aanzetten tot echte gewenste systeemverandering kan komen. We gaan over naar dat je ook, je hebt hem ook fysiek bij je, die transitieagenda. Ja, die is vanochtend met gierende banden uit Ridderkerk zijn ze aangekomen. Dus daar ben ik heel blij mee om deze in handen te hebben. Hier ziet u trouwens wat plaatjes. Mijn collega Maria Fraaien heeft de discussie die we voerden geïllustreerd. Dit zijn wat illustraties, maar je kunt dus de analyse lezen in dit document straks. Van onze analyse waar het nu persistent vastloopt in het hoger onderwijs. Het past niet altijd. De groei, u kunt het zelf invullen, zeg maar ook studentenwelzijn en docentenwelzijn past er daarin. Als we naar de volgende slide gaan, dan komt er al meer kleur in. Dan ziet u eigenlijk een soort samenvatting van het perspectief wat we proberen te geven. En de richting die uitgekristalliseerd is uit die transitieagenda gesprekken. Deze agenda staat overigens om 11 uur online. Voor iedereen te lezen? Voor iedereen te lezen en te downloaden. We gaan er, ik geloof om 12 uur in de sessie, gaan we er nog uitgebreid op in. Want u heeft om 12 uur een sessie samen met... Met mijn collega Gijs Dierks en een aantal deelnemers aan die transitiearena. Dan praten we hier erover verder en dan ligt hij ook op stoelen, is mij verteld. Dus dat... Het is bijna verkooppraatje. Ik snap het wel. Mensen uit het onderwijs hebben veel minder het gevoel van, ik moet het, het mag best. Trots op het feit dat u dit. Hoe lang heeft u daar gewerkt? Dit is een proces van wat we sinds vanaf januari gestart zijn. Samen met die collega's en met de deelnemers aan die transitiearena hebben we daar behoorlijk wat energie in gestoken. Maar het gaf ook, moet ik zeggen, persoonlijk enorm veel energie terug. Om te zien hoeveel vernieuwingskracht er in het hoger onderwijs is en ook hoe goed het gelukt is wat mij betreft om een toch een vrij abstract en groot perspectief heel concreet te maken. Dus ik hoop ook dat iedereen die hier is mee kan helpen dit gesprek voor te zetten en aan de slag kan met die agenda. Ofwel het kan gebruiken om bij eigen bestuurders te gaan zeggen ja... zij zeggen het ook, dus ik ben goed bezig, geef me meer ruimte. Dat is één. Andere is natuurlijk dat het een pleidooi aan bestuurders is om die ruimte ook meer op systeemniveau te gaan maken. En achter u staat heel groot de voorkant van uw hetgeen wat u vandaag gaat overhandigen. Ja. En the stage is yours. En ik nodig daarvoor Arthur Mol uit naar het podium, voorzitter van de stuurgroep van het versnellingsplan en rector bij de Wageningen University and Research, om het podium op te komen. En ik zou zeggen, een hartelijk applaus. En u mag trots zijn, zeker. Wees er trots op. Maanden aan gewerkt. En dan is de officiële overhandiging daar. Dit is een heel officieel moment. Gaan we ervan maken ook. Daar gaan we ervan maken. Met een fossiel. Heb ik net gehoord? Nee. Nou ja, kijk, in mijn jargon zou ik zeggen een verlichte regime spelen. Oké, dankjewel. We zijn een beetje uit de fase dat transitie was voor of tegen, zwart of wit, alles moet anders. We komen nu echt in de fase van
systeemverandering terecht. Er is heel veel geëxperimenteerd, er is heel veel geleerd. Tegelijkertijd, en dat heeft corona ook duidelijk gemaakt, is er een enorme urgentie, ook op instellingenniveau en op sectorniveau, om een aantal grote aanpassingen te maken. Dus we staan eigenlijk voor een periode waarin juist de bestuurlijke moed nodig is. Moed om die ruimte te geven, maar ook om te zeggen, oké, dit is het perspectief. En we weten niet precies hoe de weg daar naartoe af te leggen, maar we hebben een soort gids. We gaan het gesprek organiseren en we gaan stapje voor stapje die verschuiving begeleiden. Ik hoop ook dat dit document en de steun vanuit de sector die dit ook symboliseert, ook aangegrepen kan worden om medebestuurders mee te nemen in dat proces. Want we hebben ook gemerkt in deze discussie dat, ja, dat er nog een hoop licht zit tussen de enthousiastelingen voor digitalisering en de sceptici. En dat is voor niemand nuttig. Dus ik hoop vooral dat deze agenda die kloof gaat dichten. En dat het gesprek wat dit moet entameren voortgezet wordt en leidt tot hele grote sprongen voorwaarts. Dus met heel veel plezier wil ik je hierbij twee exemplaren overhandigen. Symbolisch zijn het er twee. Eén voor jezelf en één om door te geven aan zo'n bestuurder die misschien nog even een drempel over moet. Ik ga dit nauwlettend volgen. Daar is de camera. We doen nog even een officieel fotootje misschien samen vasthouden. Daar natuurlijk ook nog heen, daar ook nog heen. Ja, er moet natuurlijk allemaal dankjewel, wel mooi op staan. Dirk, ben ik ontzettend blij mee. Ik heb hem natuurlijk al even ook in het concept kunnen lezen. Het is echt een ontzettend mooi product. Het geeft inderdaad precies wat het moet doen, een perspectief. Het zet ook een heleboel initiatieven die er momenteel aan het bloeien zijn. En sterk, versterkt natuurlijk door, ik ben een socioloog, dus wat ik altijd als socioloog noem, een fatal moment. Corona was zo'n fatal moment, waarbij je ziet dat mensen zich gaan nadenken. Werkt het nog, het huidige systeem, het huidige regime? Gaan experimenteren. Dit geeft een perspectief aan al die pockets of change, zouden we kunnen zeggen. En inderdaad nodigt uit om vooral verder te denken. Het geeft vast niet het laatste woord. Ik denk ook niet dat het zo bedoeld is. Maar het geeft wel, zeg maar, stof tot nadenken en stof tot handelen. Ik ben ook vooral blij dat het er twee zijn, want ik heb inderdaad nog wel wat zendingswerk te verrichten. Eén daarvan gaat zeker naar een collega-bestuurder. Ik vertelde al even in het voorgesprek dat er onder de rectoren ook een stevige discussie woedt, waarbij niet alle rectoren hetzelfde denken. En één gaat ook naar het ministerie van OCW, want voor een regimeverandering hebben wij ook, zeg maar, op dat niveau echt stevige veranderingen in het stelsel nodig. Dus dan hou ik er geen meer over, maar ik ken hem al. Ik ga er nog geen regelen. Hartstikke vlat. Dankjewel. Dank jullie wel, heren. En straks om 12 uur terug te vinden op podium van Limousine 1 om 12 uur. Ook morgenochtend komt de transitieagenda weer terug op het podium bij de plenaire keynote. In een keynote vorm van Marcel Broosens. En de transitieagenda, zoals je al vertelde, is te downloaden op de website van het versnellingsplan. Of haal een exemplaar op, die zijn er dus blijkbaar, bij de stand van het versnellingsplan op het Netwerkplein. In gesprek met Dirk en collega Gijs over die transitieagenda. Dat kan vanmiddag tijdens de lunch bij de stand van SURF en versnellingsplan. Beide heren, enorm bedankt voor jullie aandacht en kennis. Mag blijven?